kusje voor een giraf? Juist. Wie heeft er wel eens een giraf een kusje gegeven? Mama. Heb jij mama wel eens een kusje gegeven? Ja, maar ja, mama is geen giraf, toch? Nee. Mama, een kusje. Ja, zo gaat het, hè? Woensdag was de beurt aan burgemeester Wouter Kolf. In Vissers Poffertjes las hij aan een groepje kinderen voor. Jij vindt ook niet? Vinden jullie de kuil diep genoeg, jongens? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? De burgemeester die leest vaker voor, dus hij heeft al veel ervaring erin. Dus vandaar dachten we een ludieke actie. We nodigen de burgemeester uit. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ik doe dat vaker als burgemeester. Wethouders doen het ook. Deze week is het kinderboekenweek en dat is weer een extra gelegenheid om kinderen voor te lezen. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen worden voorgelezen, omdat daarmee hun spraak zich beter ontwikkelt en het gevoel voor taal. En bovendien is het vooral heel erg leuk om te doen. In Vissers Poffertjes draait het niet alleen om eten. Ook als er geen kinderboekenweek is, wordt er voorgelezen. We hebben een pilot van 6 keer. Dit is al de 5e keer. Dus iedere keer kiezen we boeken uit in een bepaald thema. Daarbij nemen we speelgoed van de spelotheek mee om het lezen extra te stimuleren en te bevorderen. Ik zwaai heen en weer met een touw totdat ik je een kusje kan geven. De bicht bindt een touw aan de boom en die gaat daar net zoals op een schommel gaat hij eraan slingeren. Zie je dat? Een geheim voor goed voorlezen. Nou, dat je goed rekening houdt met de doelgroep, de leeftijd die de kinderen hebben. Want een kind van 12 iets voorlezen is echt anders dan een kind van 3 of 4. We hebben hier natuurlijk vandaag 2 hele leuke boeken. Een boek over een giraf die een kusje moet geven aan een big. Nou, dat is best ingewikkeld, want er zit een groot hoogteverschil tussen. En een boek over een olifant die vergeet wat hij moet doen en een aap die hem een beetje voor de gek houdt. Ja, dat zijn natuurlijk boeken die heel erg tot de verbeelding spreken. Er staan hele leuke plaatjes in. Dus het is belangrijk dat je dat dan ook echt interactief doet met kinderen. En ze betrekt bij de problemen die zich in het boek voordoen. Dus ja, kijk vooral naar de leeftijd van de kinderen en sluit daarbij aan. De olifant gaat bovenop de aap zitten. En nu moet de olifant lachen, zie je het?